Je kiest voor het ondernemerschap in... Je kiest voor het ondernemerschap in welke vorm of branche dan ook. Je kunt je 36-uurige werkweek wel vergeten. Je privéleven komt onder druk te staan. Je loopt vaak grote financiële risico's en heel veel zorgen kun je niet met anderen delen. Is het dat allemaal wel waard? En wat zijn dan de positieve aspecten? Goed, uitstekend, nergens last van. Hoe bevalt het ondernemerschap u? Heel leuk. Het is spannend, op een leuke manier spannend. Wel heel druk. Je bent met van al de hele dag loop je te denken van dit en dat en zus en zo. Dus je bent continu bezig met plannen. Je bent continu bezig van hoe kan het nog beter. Je hebt toch altijd een beetje onzekerheid van doe ik het allemaal goed? Gaat het allemaal goed? Maar als je dan de reacties van de mensen ziet met hun huisdieren. Nou, de mensen zijn allemaal dol enthousiast. Dus dat bevalt prima. Hoe goed was u voorbereid op het ondernemerschap? Op zich was ik goed voorbereid. Wat een heel groot nadeel is tijdens je studie wordt je niets over het ondernemerschap verteld. Wordt ook niets verteld over bijvoorbeeld omgang met mensen. Dus het contactuele gedeelte. PR, marketing, dat hele gebeuren, daar krijg je gewoon niks van mee. En dat heb ik eigenlijk uit mijn werkervaring. Ik heb een paar jaar in twee praktijken gewerkt, in Nijmegen en Utrecht. En met name ook in Utrecht, daar heb ik heel veel opgestoken. En die ervaring heb ik meegenomen hierin. Het ondernemerschap is voor mij, maar ook voor mijn zakelijke partner, een passie. En ook een hele bewuste keuze. We hebben bewust gekozen voor het ondernemerschap omdat wij... ons realiseerde dat dat een van de weinige mogelijkheden is om vrijheid te creëren. Waarbij je alle mogelijkheden creëert naast die vrijheid om jezelf te ontwikkelen op de manier zoals je dat graag zou willen. Wat voor soort dingen leer je van jezelf als je een onderneming begint? Je leert heel goed je persoonlijke beperkingen kennen. En dat varieert van beperkingen in het communiceren, dus waar in welke communicatiesituaties heb ik vrees, tot welke beperkingen heb ik als het gaat om flexibiliteit. Wat zijn mijn energiegrenzen? Als je een part-time baan hebt en je bent een onderneming aan het opstarten, loop je gewoon keihard tegen je energiegrenzen aan, dat je totaal uitgeput bent. Dat zijn hele belangrijke dingen waar we nu nog veel profijt van hebben. Als ik bepaalde signalen bij mezelf voel, dan weet ik van ik moet nu even gas terugnemen, want anders ga ik het niet volhouden. Dat zijn grenzen die ik heb leren kennen tijdens de startfase. Het was erg zwaar, maar ik zou het zeker maar dan weer samen met Ellen overnieuw doen. Hoe bevalt u het ondernemerschap? Ja, uitstekend. Ja, het is echt een heel goed gevoel om voor jezelf te werken samen. Je eigen beslissingen te maken, je eigen keuzes te maken. Het is soms zwaar. Je maakt misschien veel uren, vooral in het begin. Het is allicht zwaarder dan als je in loondienst werkt. Maar het geeft je een veel beter gevoel. Wat zijn uw plannen voor de toekomst? Veel ideeën en veel plannen. Nog niks echt concreets, want we willen gewoon langzaam door blijven groeien in een gezond ritme. En het lekker lang volhouden. Wanneer ben je als ondernemer geslaagd? Of je als ondernemer geslaagd bent, denk ik, zou je aan drie dingen kunnen afmeten. Om maar een hele wat platvloers het begin te noemen. Je bent als ondernemer geslaagd wanneer je geen geldzorgen meer hebt. Dat is een belangrijke indicator. Dan ben je eigenlijk er doorheen. En tegelijkertijd, dan kom ik op het tweede punt, heb je dan min of meer toch aangetoond dat je onderneming bestaansrecht heeft. Continuïteit heeft gekregen. En dat is dat kun je niet zo precies in de tijd meten. Maar er is een moment waarop je zegt, nou heb ik hem staan. Nou staat die onderneming er. En ja, dan kun je zeggen, dan ben je een geslaagd ondernemer. En het derde punt waar je dat aan kan afmeten is, wanneer de tijd besteedt aan het zaken doen en de tijd voor privéleven wat meer met elkaar in evenwicht zijn geraakt. Dat je niet alle tijd meer in die onderneming hoeft te steken, maar dat je ook eens aan wat andere zaken kan toekomen.
Als je helemaal in die fase bent beland, kun je zeggen, ik ben een geslaagd ondernemer. Niet dat je dan stil moet gaan zitten, misschien niet ook weer met nieuwe avonturen moet beginnen. Maar in ieder geval kun je dan zeggen, nou, ik ben er, ik heb het laten zien. Ik ben nu 3 jaar bezig als ondernemer. En ik moet zeggen dat het na de 10 jaar werkervaringen die ik heb gehad, het heerlijk bevrijdigend is om zelf te mogen ondernemen. Inderdaad ook zelfstandig zaken te ontwikkelen en ook zelfstandig het effect te zien van alle zaken die je doet. Op het moment dat je werknemer bent, dan ben je onderdeel van een groot geheel en heb je te zorgen dat je een bepaald deelgebied goed moet invullen. Op het moment dat je ondernemer bent, dan word je met veel meer factoren en veel meer disciplines eigenlijk geconfronteerd. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk de grote uitdaging is. Hoe hebt u het zich van tevoren voorgesteld om ondernemer te zijn? Ik denk dat ik me van tevoren daar niet iets bij voor heb gesteld. Dat groeit gaandeweg. Het opzetten van de onderneming, groei je daarin. Je ziet wat je tegenkomt, je ziet wat je tegen gaat komen. Je gaat je hele bedrijfsplan voorbereiden. Maar je kan van tevoren niet inschatten wat je gaat tegenkomen als het eenmaal draait. En dat hebben we dus ook het eerste jaar heel erg gemerkt. We liepen constant achter de feiten aan. Je wordt met dingen geconfronteerd die je van tevoren niet inziet. Hele kleine, simpele dingen, bijvoorbeeld een prijslijst die dan niet helemaal correct is. Klanten wijzen je op bepaalde dingen en denk je van ja, dat moet inderdaad zus of zo. Dat moet je dus gaandeweg corrigeren. En dat hebben we zoveel mogelijk geprobeerd. Hoeveel tijd kost het ondernemerschap u? Eigenlijk kost het mij alle tijd die ik heb. 7 dagen in de week, 7 nachten in de week. Je denkt er eigenlijk altijd aan. Het grote voordeel wat ik en mijn compagnon hebben is dat we er nog niet bij wonen. Maar ik denk op het moment dat je erbij woont, dat je er eigenlijk alleen maar mee bezig bent. De starter van de toekomst, waar moet die rekening mee houden? De starter moet tegenwoordig met zeer veel trends, zeg maar wereldwijde trends, rekening houden. Ik zou daar dus niet met 2 willen beginnen waar die nogal voor de hand liggen. Dat is bijvoorbeeld de trend van globalisering. Nou, daar kunnen we nogal wat over in de krant lezen. Dat leg ik nu even opzij. Wat ik ook opzij wil leggen zijn de ontwikkelingen in de informatietechnologie. Nou, daar krijg je zoveel berichten over. Ik zou hoogstens willen zeggen, loop daar als startende ondernemer nou niet te gek mee voorop. Want dat kost je in het begin alleen maar handenvol geld. Wij staan wel terughoudend in. Ik zou 3 andere dingen willen noemen waarvan ik denk dat het van belang is om die goed te onderkennen. Eerste is dat tegenwoordig het belang van wat je noemt immateriële investeringen groter is dan die van materiële investeringen. Waarom? Met immateriële investeringen bedoel ik zaken als investeringen in opleidingen van medewerkers, het vernieuwen van je kennis, research, ontwikkeling in je bedrijf, het ontdekken van nieuwe markten, et cetera, et cetera. Dat zijn stuk voor stuk zaken die een onderneming meer zich doen onderscheiden van de concurrentie dan investeringen in bijvoorbeeld een machinepark. Want een machinepark, ja, daar kan iedereen aankomen als hij tenminste geld heeft. Maar dat wat je onderneming uniek maakt, dat moet je leren, dat moet je ontwikkelen. Dus investeringen in human capital, in kennis, ja, dat is de toekomst. Daar win je de wereld eerder mee dan met je eenzijdig richten op materiële zaken. Dat is 1 punt. Het tweede is dat er denk ik een toenemend belang is van samenwerking in netwerkverband, zoals het wel heet. Je kunt als bedrijf in die hele productieketen toch niet alles in je eentje. Dat wisten we natuurlijk vroeger al, maar dat is in deze tijd nog meer waar geworden. Je zult moeten samenwerken, kortom, met bedrijven die aanvullende diensten en producten op jouw product of dienst leveren. Je moet zelfs soms met je concurrentie samenwerken om het samen beter te doen dan je in je eentje kan. Dus richt je daarop, zoek die samenwerking. Houd die relaties net zo actief als bijvoorbeeld de relaties met klanten. Want dat is heel belangrijk voor het overleven in de toekomst. Je moet deelgenoot van dat netwerk worden. En het derde punt wat ik zeker voor een startende ondernemer zou willen noemen. Begin nou eens van meet af aan, als dat maar enigszins kan, te investeren in wat wel heet duurzame productie.
Het milieu wordt toch een heel belangrijk element van de economie in de komende eeuw. Als je nou van begin af aan het goed doet, dan heb je na verloop van tijd een concurrentievoordeel opgebouwd. Reeds bestaande bedrijven moeten herinvesteren. Jij kunt van meet af aan je investering daarop richten. Hou daar rekening mee. En ik denk dat je daardoor een betere toekomst tegemoet gaat wanneer je dat van begin af aan bewust doet. De tip die ik zou hebben voor mensen die ook een bedrijf willen beginnen is, als je het denkt te kunnen, dan moet je het doen. Belangrijk is wel, denk ik, dat je nagaat, wat kan ik nou zelf goed en wat heb ik als ondernemer nog meer nodig wat ik zelf minder goed kan. En probeer dan te kijken of je dat wat je minder goed kunt, of je daar niet in vrienden en kennissen relaties hebt die je zouden willen helpen. Of dat je gewoon iemand professioneel inhuurt en dat laat doen. Want je moet proberen te doen waar je goed in bent. Wat ik zelf gemerkt heb is dat het heel goed gewerkt heeft om met z'n tweeën te beginnen. Ik zou zelf in eerste instantie alleen beginnen, maar als ik nu terugkijk, dan denk ik dat ik het ontzettend moeilijk had gehad om het te redden. Want ja, zelfstandig ondernemer worden is in een diep gat springen. En ja, soms dan zie je het gewoon even niet meer zitten. Als je maandenlang geen opdrachten binnenhaalt, ja, dan krijg je het moeilijk. En dan heb je gewoon iemand nodig om tegenaan te praten en om je uit de put te trekken. En ja, als je met z'n tweeën bent, dan kun je dat over en weer doen. En verder denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat je een heel goed verhaal klaar hebt wat je aan een opdrachtgever kan vertellen. Zodat hij, zeg maar, het vertrouwen krijgt om geld in jou te steken. En ja, het gaat toch uiteindelijk om je persoonlijke presentatie en het vertrouwen wat je bij een opdrachtgever weet te wekken. Dus maak een hele goede bedrijfsbrochure waarin je omschrijft wat je aan te bieden hebt en wat jou nou zo uniek maakt ten opzichte van al die andere aanbieders. En als je dan met een opdrachtgever om de tafel zit, ja, dan moet je gewoon een goed doortimmend verhaal hebben. Je moet hem weten te overtuigen. Je moet hem het gevoel geven dat als ik daarin investeer, dan kan ik bijna niet misgaan. Het beste maken. Dit was de laatste van de 6 afleveringen over een eigen onderneming. In deze programma's hebben we vooral gekozen voor ervaringen van ondernemers die zelf recent zijn gestart. Meer theorie en achtergrondinformatie vindt u in het cursusboek. De algemene les is: onderschat het ondernemerschap niet. Neem alle tijd voor een gedegen voorbereiding. Hoe grondiger de voorbereiding, hoe groter de kans van slagen. Veel succes! Heeft u vragen of problemen, bel de starterslijn 06-9242. Dit boek is verkrijgbaar bij de boekhandel. Bestellen kan ook. Maak 69 gulden over op Giro 54 42 32 van Teliak in Utrecht. Of bel ons tijdens kantooruren 030-2946-946. In de loop van miljoenen jaren veranderde elke vorm van leven per ongeluk in een andere. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een enorm aantal verschillende levensvormen. Vanavond, na het late journaal, de geheimen van het DNA over genen, foutjes en evolutie. Nu het laatste nieuws van dit moment. NOS, het journaal.